Een flinke uitdaging. Zo noemt wethouder John Aerts de energietransitie waar ook Maastricht aan moet geloven. Het is een omvangrijk plan waarin vooral heel veel onderzoek gedaan moet worden. Bepaalde wijken kijken of we van het gas af kunnen, zoals in Nazareth, waar wellicht warmtenet mogelijk is vanuit OIW. Dat wordt dit jaar een spannend jaar om te kijken of dat mogelijk is. We kijken of vanuit de Gemmelot warmteleidingen naar Maastricht kunnen om bepaalde wijken te voorzien. We hebben onderzoeken gedaan naar het stadscentrum, wat mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld een warmtenet. Maar we willen ook weten, is niet bijvoorbeeld waterstof of groen gas beter voor een historische binnenstad om te gebruiken in de transitie. Nou, dat gaan we allemaal onderzoeken. Want, zoals al gezegd, ook Maastricht moet van het gas af. Nazareth wordt een van de eerste plekken waar onderzoek gedaan gaat worden. De reden waarom Nazareth is vanwege dat het kort bij OI ligt. Dat is de oude glasfabriek, hè, die ligt daar bij de spoor ongeveer. En het feit dat Nazareth ook aangepakt wordt in de openbare ruimte. Dus er gaat van alles in de openbare ruimte al gebeuren. Opbreken van straten, weet ik veel allemaal. Ja, als je dat kunt combineren, is dat natuurlijk ideaal. En de corporaties hebben daar een belangrijke positie. En dan heb je ook al snel met één of meerdere partners te maken in plaats van met evenwel als honderdke. De Beatrixhaven moet groen. Is dat de grootste opgave? Nou, het bedrijfsleven heeft natuurlijk een enorm hoog energieverbruik. Dus als je daar kunt komen tot verduurzaming. Er is al eens gekeken naar zonnepanelen op daken. Maar die daken zijn dan vaak niet sterk. Maar zijn er nu nieuwe kansen of mogelijkheden? In het bedrijfsleven spelen ook nog veel meer. E-mobiliteit, elektrisch overgaan, de afval samen doen. Dus daar liggen heel veel kansen om te kijken wat duurzamer kan. Een van de belangrijkste onderdelen van het plan is het onderzoeken van de betaalbaarheid. En in het algemeen is het zo, hoe meer panden mee kunnen doen, hoe meer de algemene kosten gedrukt kunnen worden, dus hoe kansrijker het wordt. Maar of het haalbaar is, dat is een onderdeel van die studies. Eerst gaan we alles onderzoeken en dan zien we verder. Ja, want een bedrijf dat moet aanleggen en ook de corporaties zullen voor hun huurders niet willen dat er onbetaalbare zaken worden gedaan. En dan moet je kijken, als het wat aan de dure kant is, kan dan een rijkssubsidie nog helpen om de kosten te drukken, dat het allemaal wel te doen wordt.